Hallo allemaal. Nou, hier is weer eens een keer een videootje van mij. En het videootje, zoals jullie gewend zijn over de camper, dat is het nog niet. Maar ik heb wel heel goed nieuws, want... We gaan dinsdagochtend gaan we lekker met de knaus weer weg. En dan kan ik allerlei weer reportages maken over de knaus. Ik wil alleen nu iets anders aan jullie laten zien. En jullie denken, ja, wat hebben we eraan? Maar zie het maar eens een goede tip die ik je geef. Het is namelijk zo, kijk. Dit is de Apple Watch. Ik ben helemaal gek van Apple spullen. Ik heb een iPhone. En dit is nog wel een oude iPhone 6. Maar die wil ik dan vervangen voor de iPhone 12 als die straks uitkomt. Apple Watch, dit is mijn tweede. Die heb ik een maandje geleden gekocht, de Apple Watch. En deze Apple Watch, die is dan de 5. Ik had zelf de serie 1. Maar ik denk bij mezelf, ik wil het nieuwe, want hij werd wat minder goed zichtbaar. Het ging een beetje vervagen, het beeld. In het zonnetje buiten liep enzovoort. En het was ook zo dat ik moest hem echt soms wel 2 keer op een dag opladen. Dus hij was echt aan vervanging toe. Dus ik heb die 5 gekocht. 17 juni, een maandje geleden was dat. Wat gebeurt er nou? Ik laat hem in de vakantie. Dat we op Kreta waren, dat is het andere verhaal wat jullie net gezien hebben. Laat ik mijn klokje vallen. En wat gebeurt er? Ik ga het even laten zien. Kijk, de achterkant, het glas breekt. Jeetje mina. Nou, glas breekt. Jammer, heel erg jammer. Maar hij doet verder nog alles goed. Ik kan hem nog opladen en ik heb hem aan mijn pols enzovoort. Maar je wil natuurlijk niet een kapot klokje. Dus ik ga... contacten met de Apple Store voor support. Nou, op een gegeven moment heb ik dan iemand aan de lijn. Dat heb nog wel eventjes geduurd, want je moet allerlei protocollen moet je doorpraten enzovoort. En die zegt van, nou meneer, geen probleem. We hebben voor u woensdag de 22e om 13:15 een afspraak bij de Apple Store. Dan kunt u hem ter reparatie aanbieden. Ik zeg, nou, dat is geweldig jongen, dat wil ik ook heel graag. Want ik wil niet met een kapot klokje lopen natuurlijk. Goed, wij erheen, 13:15. Ja hoor, op een gegeven moment komt er een juffrouw die komt me ophalen en die zegt, nou meneer Bos, komt u mee en dan gaan we even kijken wat we voor u kunnen doen. Dus ik zeg tegen haar, nou kijk, ik ben heel blij met mijn Apple Watch 5, maar ja, mijn glas is kapot aan de achterkant en dat wil ik even laten repareren. Dan moeten we een nieuw glas op. Ja, zegt ze, meneer, maar dat gaat niet. Ik zeg, dat gaat niet. Ze zegt, nee, we repareren geen Apple Watches, we vervangen ze. Ik zeg, vervangen ze? Ik zeg, mevrouw. Die telefoon, of die Apple Watch, ik zeg die is een maandje oud. Ik heb hem gekocht voor €449. Hoe bedoelt u met vervangen? Nou ja, we repareren eigenlijk helemaal niets aan die klokjes. En als die kapot zijn, dan kunt u hem vervangen voor een bepaald bedrag. Ik zeg, nou oké. Ik zeg, kan ik me voorstellen dat zoiets voor betaald moet worden. Dus ik zeg, goed, wat is dat bedrag dan? Nou meneer, dat is €341. €341, zeg ik tegen haar. Ja, ze zegt, dan krijgt u een andere van mij. Dan levert u die in en dan krijgt u een... Ik zeg, mevrouw, ik zeg, bent u wel helemaal goed bij uw hoofd? Ik zeg, het is een maand oud, dat klokje. Ik zeg, en dan ga je toch een product wat €449 kost... niet na een maand vervangen voor €341? Ze zegt, nou meneer, ze zegt, dat is ons beleid. En ik zeg, ze zegt, daar kan ik niets aan veranderen. Ik zeg, nou mevrouw, daar ben ik niet erg blij mee. Dus... ik denk toch niet dat ik dat laat doen, want dan kost dit klokje, deze Apple Watch, als ik die dan vervang voor €341, €449, heb die bijna €800 gekost, zo'n klokje. En dan gaat het me niet om, het is mijn eigen schuld geweest, dat begrijp ik. Maar dat ze een klokje van zoveel geld, want uiteindelijk is €449 voor een klokje heel veel geld, dat ze dat niet repareren. Dat is gewoon te veel werk. Tegenwoordig we leven in een wegwerpmaatschappij. Gooi maar weg. Ze zegt, ja, maar had u door Apple Care moeten nemen? Apple Care. Ja, ik heb inderdaad wel eens van Apple Care gehoord. Dan neem je een soort verzekering erop. En dan kan je 2 keer, als die uit je kapot valt, dan kan je hem gratis krijgen, dan weer een nieuwe. Behalve dan je eigen risico. Apple Care. Goed, dus eigenlijk is dit mijn tip voor jullie. Ga alsjeblieft, als je een Apple product koopt, neem dan dat Apple Care erbij. Want weet je, die producten zijn wel goed. Maar als je er iets aan hebt. Ongelooflijk. Wegwerpmaatschappij noem ik dit. Eigenlijk vind ik het schandalig. Maar
Dat wil ik zo niet noemen. Ik wilde het jullie wel laten zien. Volgende week gaan we lekker met de knauws weg. Dus vanaf dinsdag ga ik weer video's plaatsen over camperplaatsen. Ik heb al een hele leuke in gedachten. We blijven eerst instantie hier in Nederland, want ja, met het moment wat er allemaal aan de hand is met dat corona gebeuren, het laait weer op. Frankrijk is niet erg, nou, niet erg veilig om heen te gaan. Duitsland, nou ja, dat gaat dan nog wel. Maar we blijven gewoon nog even lekker hier. Nou, dit was deze video. Het is een beetje kort, maar krachtig. En als jullie het leuk vinden, geef me dan even goed een duimpje. Een reactie vind ik erg leuk. Laat een reactie achter. En voor degenen die het nog niet gedaan hebben, die dit voor het eerst keer zien, abonneren is gratis.